Goeiedag iedereen, bonjour. Voor ik de toespraak van de heer Peter Samijn uitspreek, onze voorzitter ad interim, want die excuseert zich wegens ziekte, wou ik nog even iets praktisch meedelen. Intussen kunnen misschien nog wat andere mensen toekomen. Maar we hebben dus een Slido voorzien. En dus jullie kunnen naar www.slido.be naartoe gaan. En dan... Slido, sorry. www.slido.com. En daar de hashtag Forever Young. Dat is de hashtag voor dit event. En dan heb je al een eerste vraag. En natuurlijk gaan we die ook straks gebruiken om de discussie, het debat, het paneldebat te voeden. Maar dus nu de toespraak van de heer Samijn. Dames en heren, mesdames et messieurs, bienvenue à cet après-midi d'études du SPF Sécurité Sociale. C'est le dernier moment d'étude que nous organisons cette année. Cette année, nous pouvons nous pencher sur plusieurs événements réussis, tels que les deux forums que nous avons organisés dans le cadre du 75e anniversaire de notre sécurité sociale, donc le 28 décembre, et la matinée de l'étude que nous avons organisée la semaine dernière dans le cadre de la présentation de notre livre thématique sur la pauvreté et le handicap. Tijdens deze studiedag willen we ons vooral richten op de impact van de toenemende levensverwachting als uitdaging voor de politiek. De toename van de levensverwachting is een prestatie van de naoorlogse verzorgingsstaat. In 1960 was de levensverwachting voor mannen van 65 jaar 13,9 jaar. Nu is dat 19 jaar. En voor vrouwen is dat zelfs 21,5 jaar. Certains pourront se demander pourquoi explorer les avenirs possibles de la longévité humaine. The way to cope with the future is to create it, aurait dit Ilia Prigojin. Sans aller aussi loin, c'est un des rôles du SPF de sécurité sociale de s'interroger sur le futur de la sécurité sociale, dont celui des pensions et de favoriser des pistes de progrès. Cela dépend des progrès médicaux et donc de nos recherches scientifiques. Et la Belgique est en pointe dans ce domaine. L'avenir dépend également de nos engagements dans la lutte contre les pollutions, car les polluants atmosphériques ont un impact négatif important sur la santé. Een toename van de levensverwachting is alleszins een belangrijke uitdaging voor onze beleidsmakers. Intussen is het reeds lang bekend dat de levensverwachting na de wettelijke pensioenleeftijd toeneemt en ervoor zorgt dat we langer van ons pensioen zullen kunnen genieten. Zelfs indien de wettelijke pensioenleeftijd met 2 jaar zal worden verhoogd. Is de toename van de levensverwachting een probleem voor de betaalbaarheid van onze pensioenuitgaven? En indien ja, wat zijn de mogelijke maatregelen die beleidsmakers kunnen nemen om deze betaalbaarheid naar de toekomst toe te waarborgen? Dat is een van de vragen die deze namiddag aan bod zal komen. Ironiquement, l'augmentation de l'espérance de vie est également un défi pour notre système de santé. Si une vie plus longue s'accompagne d'années de vie plus en mauvaise santé, due par exemple à des malades chroniques, cela risque également d'augmenter les dépenses de santé. Mais de bons soins de santé peuvent bien sûr aussi permettre de rester plus longtemps en bonne santé et actif. Quelles sont les ententes à cet égard et comment nos décideurs devraient-ils gérer ces tendances? En tenslotte is de toename van de levensverwachting ook een uitdaging voor de ouderenzorg. Hoe gaat onze ouderenzorg met deze uitdaging om? Wat zijn hun verwachtingen voor de volgende jaren en hoe moeten onze beleidsmakers hierop anticiperen? Ce sont toutes des questions actuelles auxquelles nous essayerons de répondre et nous engagerons bien sûr également un dialogue avec le public présent. Rest mij dan ook om u, geacht publiek, onze sprekers en onze panelleden, alvast te bedanken voor uw actieve bijdrage aan wat zonder twijfel een zeer interessante studienamiddag zal worden. Al dus de woorden van Peter Samijn. Maintenant, j'invite le premier orateur. C'est le professeur Philippe de Fête qui va nous présenter les 10 leçons d'un Belgique vieillissant. Dank u wel.